Ik ben Monique Ravenstein, ik ben 44 jaar oud, moeder van 3 kinderen en al ruim 20 jaar ondernemer. En de laatste 4-5 jaar ben ik echt aan het ondernemen vanuit mijn missie. En mijn missie is alles uit mezelf en mijn medemens halen om vanuit daar verbinding te creëren en verbinding tussen mens en product. Mijn naam is Lies Wouters, ik ben arbeids- en organisatiepsycholoog. Ik heb mijn eigen bedrijf en met mijn bedrijf is mijn missie om mensen te helpen krachtiger en gelukkiger in het leven te staan. Dat is ook inderdaad de reden waarom ik samen met Monique een boek geschreven heb, zodat we mensen kunnen helpen ook een stukje verandering in hun eigen leven te brengen. Ik ben zelf vijfde generatie supermarktondernemer, dus echt tussen de pakjes boter geboren. En ik wist één ding zeker dat ik klein was, ik ging naar die supermarkt in. Nou, je ziet, dat is niet zo goed gelukt. Ik ben hier in Zwaagdijk 5,5 jaar terug met deze winkel begonnen. Toen was hier helemaal niks, het was hier alleen maar weiland. En Jumbo durfde het niet. Toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Dus ik ben toen met een directeur bij Jumbo gaan praten. En ik heb al mijn charme en al mijn passie heb ik in de strijd gegooid. Want ik denk, ik moet deze tent hebben. En dat is gelukt. Wij zijn hier in contact gekomen voor een heel ander item. En daar kwamen we eigenlijk al heel snel op uit dat dat hem niet ging worden, hè? Die samenwerking daarin. Maar we hadden wel een heel mooi gesprek. Toen intuïtief bij mij kwam eigenlijk het stuk op, je moet haar vragen om samen een boek te schrijven. Ik kwam voor een heel ander onderwerp en na een uur uit het niks zegt Monique, wil je samen met mij een boek schrijven? Oké. Ja. Nou ja, en zo is het begonnen. Ja. Ons boek gaat over mijn ontwikkelverhaal. Dus ik schrijf mijn proces dat ongeveer 7 jaar terug begonnen is. We doen het in briefvorm. En dat is mooi, want Monique, wij kenden elkaar dus inderdaad niet. En Monique vertelt haar verhaal in brieven aan mij. Dus voor mij is het ook een nieuw verhaal. We leren elkaar op die manier ook echt kennen. En ik schrijf brieven aan Monique waar ik herken in haar verhaal van wat gebeurt er dan precies in je hoofd? En hoe komt dat dan dat het zo gaat? En geef ik ook tips aan onze lezers van hoe kan je zelf op zoek naar die kracht in jezelf en die verandering zelf brengen. Ik heb nog nooit bedacht of ik economisch zelfstandig ben als ik mijn bedrijf opstart. Maar het gaat heel erg ook, en dat willen we ook met ons boek meegeven, over dat je vanuit je kracht iets doet en dat je iets wil brengen aan de wereld. En als je dat doet en als het echt van binnen komt, dan word je wel economisch zelfstandig. Ja, ja. Maar het gaat erom vooral dat je gaat leven vanuit je hart en gaat dingen doen vanuit je hart. En ja. Durf gewoon. We zijn niet klein, we zijn niet maar een vrouw. We zijn gewoon sterke vrouwen en we kunnen hartstikke veel. Weet je, het is andersom, hè? De wereld om ons heen is nog niet aan ons vrouwen toe. Maar laat je je daardoor beperken of pak je die kansen? Ik denk dat als jij die kans pakt en je komt als bloedmooie vrouw een zaal binnen met allemaal grijze pakken. Hey, dan sta je al 1-0 voor, hè? Ze vergeten je nooit meer. En als je verhaal dan ook nog eens een keer goed is, dan ben je binnen. Dus ik denk, weet je, hey, kom uit je kooi en vlieg.